Goedendag, we kijken toch nog maar een keer naar de uitzonderlijke warmte van vandaag. Hoe bijzonder was het nou eigenlijk en hoe goed waren de verwachtingen? Want inderdaad, het was natuurlijk zeldzaam zacht vandaag. En het zat al een tijd lang in de weersverwachtingen. Dit bijvoorbeeld is het kaartje dat collega Monique afgelopen zaterdag heeft laten zien. De berekening voor vandaag, voor woensdag, 13,6 zou het moeten worden in de beeld. 14,6 in het noordoosten van Brabant op Volkel. En dit is de verwachting die ik gisteren heb laten zien voor vandaag. Maar liefst 14,6 in de beeld en zelfs 14,8 op Gilserijen. Nou, wat is het geworden? 14,4 in de beeld en 14,7 op Woensdrecht en 14,5 op Gilserijen. Dus eigenlijk is de verwachting wel behoorlijk goed gegaan. Het is echt tiende werk en het was inderdaad een datumrecord. Op 24 januari was het sinds tenminste 1901 niet eerder zo warm. Het record stond niet zo scherp. 1960, 12,1 in de beeld. Maar was de warmte van vandaag morgen gekomen, dan was dat geen datumrecord geweest. Want dat record, 25 januari, staat maar liefst op 14,6, twee jaar geleden, in 2016. Maar temperaturen van 14 graden of meer in de beeld zijn in januari wel zeldzaam. Want met vandaag meegerekend was het de vijfde keer sinds 1901 dus dat het is gebeurd. Slechts de vijfde keer. Zo bijzonder is het nou ook wel weer. Maar zie je nou inderdaad veel meer warmterecords dan koude records tegenwoordig? Om daar iets over te zeggen, maken we een vergelijking tussen het aantal datumrecords dat nog stamt uit de 20e eeuw en het aantal datumrecords qua warmte dat inmiddels in de 21e eeuw is verbeterd. En dan zie je wel iets opmerkelijks. Want hoewel de eeuw eigenlijk nog helemaal niet zo lang loopt vergeleken met de vorige eeuw, al 16 datumrecords van de totaal mogelijke 31 zijn al verbeterd. Er zijn er nog slechts 15 over die inderdaad stammen uit de 20e eeuw. En als je naar koude records kijkt, zie je misschien een nog wel extremer beeld. Want alle 31 mogelijke datumrecords van januari zijn gerealiseerd in de 20e eeuw. En in de 21e eeuw hebben we nog een enkel koud datumrecord te pakken in januari. Dus het is inderdaad een hele scheve verdeling. En als je naar de hele winter kijkt, de koude datumrecords van de mogelijke 90 of 91, afhankelijk van schrikkeljaar, aan mogelijke datumrecords, 89 uit de 20e eeuw en slecht 2 in de 21e eeuw. En dat was op 1 en 2 december 2010. Dus er valt duidelijk een hele scheve verdeling tussen het aantal koude datumrecords en het aantal warme datumrecords. Die laatste worden er echt steeds meer. En dus zou je eigenlijk wel kunnen concluderen. Extreme kou wordt zeldzamer. Dit beeld wordt ook steeds bijzonder. Maar dit is wel een foto van vorig jaar. 24 januari 2070, Ierseke. Maar misschien is dit ook wel karakteristiek voor de toekomst. Dat als we kunnen schaatsen, dat het vaak toch wel op heel ondiep water is. En nou, over de Elfstedentocht zullen we dan verder maar niet al te veel woorden vuil maken. We zullen het zien. In ieder geval vandaag was het wel een datumrecord. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.